Zo, daar is hij weer. Ik heb net maar even de moeite genomen om een tekening te gaan maken van het huis. Want iedere keer heen en weer lopen, heen en weer switchen naar singleplayer en multiplayer kostte mij wel te veel tijd. Ik heb aardig op papier en nu ook wel in mijn hoofd hoe ik hem had en hoe ik hem hebben wil. Even kijken hoe ik zit met de materialen. Nou, die hebben we niet nodig, dus junglehout ga ik de gereedschapjes maar even van maken. Even kijken, tekening, eerste verdieping. Een keisteentje. Ik ga hem even voor mijn gemak, ga ik hem even helemaal exact nabouwen. 1 is keisteen, 2 waterbak, 3 werkbank. Werkbankie. Hier. En op die werkbank kan ik dan mijn dingetjes gaan maken. Even kijken hoor, 2 ovens. Is ook alleen maar makkelijk voor straks. Ook doe ik deze en die. Daarnaast komen kisten staan. Daar staat nog een kist. Zo. Hier had ik een kistje en daar had ik een kistje. Kijk, dan kan ik mooi mijn materiaal tussen kwijt. Dus tegelijkertijd ook gelijk functioneel. Even kijken, ramen. 1, 2, 3. Als ik toch met een glas bezig ben. 1, 2, 3. Ja. Oh ja. Zo. 1, 2, 3, 4 en 5. Vraag me niet waarom ik het zo gedaan heb. Ik heb echt geen flauw idee. Dat heb ik eigenlijk gewoon zo gebouwd om... Hallo schaap. Ja, eigenlijk heb ik volgens mij toen gewoon gebouwd met de middelen die ik had. Daarom ziet het er zo uit. Even kijken, hier steen, ja. Hier ook. Ja, en dit is voor mij even een klein dilemmaatje hoe ik dit ga doen. Destijds was dit namelijk ergens de deur. Hierachter komt nog een ruimte bij aan, maar nu eerst nog niet. Nu eerst laat ik hier even mijn fantasie op los dan. Dat doe ik dan maar zo. 3, 4, ja. Zo. Ja. Berkjes. Dus even kijken of dit nu zo wil. Nee. Even kijken hoe ik dit ga doen. Ja, ik kan over glas lopen, dat scheelt. Dit is jammer. Nou, laat ik gelijk een trappetje maken, want die heb ik toch nodig uiteindelijk. Eiken, 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 eiken. Laat ik hier maar eens mee beginnen. Nou, zoveel heb ik toch niet direct nodig. Even kijken, er staat 1 ruimte tussen en dan de trap. Oh. Zo. Zo, zo. Juist. Nou. Zo wil ik hem hebben. Ja. Nou, dat gaat mooi. Nou, hier nog een trappetje tegenaan. Cool. Even kijken. Wat moet ik nog meer? Een eikenhouten vloer. Ik denk dat ik nog heel veel eikenhout nodig ben. Maar goed. Nodig ben. Nou weet ik het niet meer. Oh. Arjan wordt nu heel boos op mij, denk ik. Nou ja. Het zij zo. Zo. Jullie weg. Het krijgt nu dus wel mooi vorm zoals het was. Ja. Prachtig. Zeg schaapje, waar ben jij? Ik heb je nodig. Even kijken, wat kan ik nog meer? Ik moet, ja, nee, ik moet toch nog wat ijs halen. Ik moet van alles nu ophalen. Ik ben er zo weer. Oké. En die stiekem om het hoekje staan om mij op te wachten. Hè? Ja, zie. Zo. Hé. Hey. Ik kan het zeggen, nou 3 keer... Drie keer de scheepsrecht. Raar beest. Voor de zekerheid ga ik hier nog even slapen. Wakker is die weer. Nas. Och, ja, nou weet ik weer wat ik vergeten ben. Maar goed, ik ben nog niet bij het dak. Waar ben je? Weg. Oh, hallo. Hé, hey, ik heb een open huis. Laten we hier eens even 1 deur in zetten. Nee, niet met eikenhout, met jungle. Hé, hey, zo doe je dat, Jan. Hup, hup. Ja daar. En ja daar. En dan had ik deze hier staan. En die gooide ik dan vol met water. Oké, dan gingen we hier de trap op. En dan hadden we hier 1 bed staan. Ah, dat meen je niet. Potverdrie. Nou. Die komt dus nog. Goed. Sparrenhout. 1. 2, 3, 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Handig, verder afvallen. 1, 2, 3, 4, 5. Huppatee. Keisteen. Daar kan ik nog wel meer van gebruiken. En dan gaan we nu even goed kijken op de tekening. Hier had ik... Nou, sowieso gaan we zo rond. En alle ramen zijn 2 hoog. Oké, dus dan kan ik bovenaan in principe. 1, 2, 3. Kijk, dat maakt het mij straks ook wat makkelijker met de berk en rand weer. Zo. Wat is nou de voorkant? Dit is de voorkant. 3 breed. En de zijkant 2. Ja. Dat kan nog veranderen. Maar eerst het origineel. Achterkant. Geen idee. Daar maken we er dan maar ook 3 van. Glaswerk erin. Zo. Oké, trap 4, dat ga ik niet redden denk ik. 1, 2, 3, 4, 5. Natuurlijk hoor er net 1 te weinig. Zo. Nou, die wil ik hebben. En deze begint hier. Dit is een goeie. Nee, dit is hem niet. Hoe heb ik dat gedaan dan? Dat was duidelijk. Daar hebben we er eentje van nodig. Zo. Als het goed is. Oh. Zit ik zo goed. Ja. Met een trap en hekjes. Jij weg, jij weg, jij weg. Kijk, dan weer mooi zicht naar buiten toe. kijken hoe het er nu uitziet. Ja, begint me al goed bekend voor te komen. Mooi zo. Ja. Nou, de achterkant is niet relevant, want die verandert straks. Straks. Ja, fantastisch. Het wordt weer donker. Ik ga even naar huis terug om nog wat meer materiaal te halen. Daar is één. Kom straks weer. Oh, ik kan deze trouwens ook weer afbreken, want de kerst is al geweest. Hekjes. Helemaal geen hekjes. Dat is niet leuk. Die moeten we dan maar gaan maken. Drukploten. Sparrenhout. Wat is dit dan? Oké. Schilderijtjes, fakkels heb ik nog. Nou, gaan we weer. Zo, het is de dag en we gaan eens even kijken wat hier rondloopt. Ik hoor ze wel, maar ik zie ze niet. Nou, jammer dan. De rest van het huisje. Ja. Veel belangrijker. Oh ja, joh, ga toch eens weg, man. Welke deur sta je te rommelen dan? Gek. Hé, hallo. Wat voor drie? Er is niemand daar. Je hebt er niks te zoeken. Ik ga mijn deur een beetje inslaan, zeg. Halve. Hup. Jongen, jongen. Dat gaat niet zomaar. Goed, waar was ik? Drukplaatje. 1, 2, drukplaatjes. En hekjes. 2. Nou, voorlopig wel genoeg. Want ik had hier 2 tafeltjes. Laten we die maar doen. Zo. Want dat vond ik leuk. Even een traphekje maken. En dan had ik hier ook nog een hek, maar dat was omdat ik daar kisten onder had. Die komen later pas. Ik weet niet of dat hekje wel functioneel is. Of mooi. Even kijken, dan had ik hierboven. Volgens mij liep dat gewoon hier zo. Want Hier komt het dak. Doe ik dat goed zo? Ja. 1, 2, 3, 4. 4. Dat doe ik niet leuk. Oh nee, die moet ik niet gebruiken. Zo. Heb ik dit goed zo? Ja, nou twijfel ik. Er gaan we trouwens wel ontiegelijk veel van die bakstenen kosten. Ja, volgens mij staat dit zo. Hier ook. Had ik dit zo opengelaten? Ja, ik weet het haast wel zeker. Oké, huppa. Oh! Dat is niet fijn. Dat had ik anders kunnen doen. Het geeft nu al een beetje een oud vertrouwd gevoel, een beetje nostalgisch. Leuk. Even kijken, dit had ik natuurlijk ook gewoon heel simpel zo kunnen doen. En zo. En omdat deze niet in het origineel zit, maak ik hier lekker een raampje. En ik vind eigenlijk dat het hier ook wel goed staat, een raampje. Fakkeltjes voor het licht. Je zet hem maar gewoon zo dicht. Eigenlijk is dit het huisje zoals ik hem in eerste instantie gemaakt heb. Nou, op het moment dat ik hier een bed neer kan zetten, komt daar een bed te staan. En wat had ik hier? Een trapje, hekje, kistjes. Nou, hier kan ik nog wel wat anders voor bedenken. En uiteraard, wat mijn dochter al zei, jij ook altijd met je schilderijen. Ja. Ik ook altijd met mijn schilderijen. Maar ik vind ze leuk. Ik hou van schilderijen. Het vrolijkt de boel zo mooi op. Maar het tweede zelf is niet leuk. Hup. Oh, dat is een mooie. Hier nog maar één. Nou, mag toch wel? Waarom mag dat niet? Ook goed. Oh, schilderijtje boven de deur, wou ik zeggen. Nou. Nooit krijg je direct een dubbele als je dat wil. En nu krijg je niet direct een enkele. Nou ja. Opvrolijken, dicht. Lichtjes erin. Hier mag wel wat licht. Hier ook. Nou. Mooi huisje. En dit is nog maar het begin, want ik weet niet of ik dat allemaal ga laten zien hoor, het bouwen van de rest van het huis. Ja, misschien ook wel. En dan ga ik hem Ga ik hem maken zoals die was? Ik vind, ja nee, dit is een beetje te recht en hoekig. Nou, met een prachtig uitzicht wil ik graag afscheid nemen van jullie voor deze aflevering. Ja, ik kom uit mijn woorden, dat lukt net. Vond je het leuk? Klik op leuk. Het groene duimpje graag. En ben je nog niet geabonneerd, abonneer je dan zo snel mogelijk. Want er is niks te missen hier. Ja, nou, rest me niets anders dan te zeggen bedankt voor het kijken en de mazzel. Doei!